Hey luidjes, hier is Willem weer. Nou, terug van de vakantie en meteen mijn favoriete zwemplek. Of zwemplas moet ik zeggen, ja. Ik ben net het water ingegaan, een paar bierdopjes er nu toe. En op het land 50 eurocent en 50 eurocent, ja. Ik ga nu lekker in het water, even afkoelen en misschien vind ik nog wat. Ik ben er toch al 6 weken niet geweest, dus je weet niet of er nog een mooi ringetje verstopt ligt. Leuk, tot straks. Houdoe. Signaaltje 243. Ik verwacht er wat moois. Ja, inderdaad. Kijk toch eens jongens. Een mooi kinderringetje. Nou, dat is toch wat. Met allemaal mooie kleurtjes erop. Hij past er mij niet om mijn vinger heen. Maar goed, ik heb hem wel gevonden. 38, 37. Het gaat ook metalen. Ja, ik weet het niet. Ik ga toch even kijken. Het kan natuurlijk weer een bierdop zijn. Nou, het zit in de bucket. Dacht ik. Een schelpje. Houtje. Touwtje. Toch niet geschept of het is eruit gevallen. Ik heb het schijnbaar naast geschept, zoals ik altijd doe. Ik denk wel dat het iets van een bierdopje is of iets heel kleins met metaal. Een metalen oorbelletje of zo. Zuivere 34, dus het kan wel eens een ring zijn. Maar nu moet ik nog eruit zien te krijgen. Hij ligt nog niet diep, nog niet. Ja, als ik ga scheppen. Voetje ernaast. En kijken wat eruit komt. Als je hem te pakken krijgt natuurlijk. Als je dat niet doet, dan is het niet.
Auw! Ga nu, ga nu! Naar de baan! Naar de baan! Naar de baan! Naar de baan! Pak de baan! Daar, jou iets aan de baan! Ik denk dat hij in dit ding eens moet zitten. Je moet stoppen! Nou ja. Ah, kijk, een oorbelletje, jongens. En wat een signaal, zeg. Kijk, wie staat op mijn schotel? Zo. Nou, jongens, toch weer mooi gevonden. Dat is mijn ding zo hier. Appa, 35 kwam je binnen, jongens. Ik dacht eigenlijk dat het een ring zou zijn, maar goed. Toch gevonden. Bingo. Tja. Kan het niet door dat ding heen gaan? Nou, wat weer een spannende. Een rondje, 36. Misschien weer een oorbelletje. Misschien heb je wel een ringetje. Als ik het eruit krijg natuurlijk. Schep achter de schotel. En trappen maar. Voet lekker voor de schotel laten staan. Dan weet ik tenminste waar ik... Tenminste voor de schep. Dan weet ik waar ik gebleven ben. Oh. In één keer. Dan hoop ik wel dat het niet te klein is. Ik ben er 100.000 keer ben ik al verrast. Nou ja, jongens, helemaal niks in die schotel, hè? Ik snap er geen flikker van. Sorry hoor, ik snap er geen donder van, bedoel ik. Er kwam iets naar beneden denderen. Ik denk een stukje ijzer of aluminium. We gaan eens kijken, want dat zal eens hieronder moeten liggen ergens. Nou, schiet bij me lekker hoor. Op de een of andere manier gooi ik het altijd weer dieper en dieper en dieper. Ik snap er geen donder van. Dit is het niet in ieder geval. Zo. Ik ga het nog een keer op proberen te zoeken. Dat is toch een heel helder signaal. Nou, ik heb een armbandje gevonden. Met een ennetje en een hartje. Tja. En hoe noem je dat ook weer? Kraaltjes. Hartstikke leuk. Op naar de volgende vondst. Die 40, 45, die kon ik er niet uitkrijgen. Maar ze in één keer verdwenen. Nou, ik haal er toch weer een ringetje uit. Half zilverkleur, half goudkleur. Of gewoon verkleurd. Maar ja, het is er toch weer eentje. Hey luidjes, nou vandaag bij een zwemplas in Den Bosch. Ik ben hier een half jaar geleden geweest met een nieuwjaarsduik. Ja, weinig gevonden. Dus ik ga het nou nog een keer proberen. In een half jaar kan er een hoop gedoneerd zijn, zoals wij altijd zeggen. Dus ik hoop dat ik wat moois ga vinden. Nou, tot straks. Allemaal gouden munten. Oh, echt? Kijk toch eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jongens, moet je toch eens kijken. Nog één. En nog één. Ja. En nog een hele schat voor mijn neus ook. Het is toch wat. Wat een feest. Hoi, hoi. Zo, ben je al lang bezig? Yes. I'm sorry, I don't speak Dutch. You don't speak Dutch, oké. Okay. I'm Wim. I'm Rafik. Oké, okay. Van One Big Metal Adventure.
Yeah. When I speak it right and English, I don't know. My English don't really okay. Work the same. Of that's één groot metalen taxi avontuur. Yes. I always make YouTube films. I have the same. Today I'm not doing nothing. I don't record video. Yes, search for yourself. Yes. Do you have find something already? Or? Nothing interesting. I don't know. Maybe a half hours. Only this one. Ah, yes, yes. For me, beauty. And from that kind of things, yes. 25 cents. That's it. No euro, no euro change. Is nothing. It's more garbage is here. Yes, yes. It's small for Brazilette. Yes. This I always like to find because now you know there is shirts, but not very much because the old coins are there. Yeah. Yeah. And what kind where have you been searching already? Because then I leave that. Only here and I'm one time goes there. You can okay. Go everywhere. Yeah, because it's crowned enough. Yes. No, yes, you know, we don't looking for everything. Of course. Yes. Oh, yes. Yeah. All not right. Can, yeah. Not can find everything. You don't know everything, no, of course. Oh, but do you want to say something to your viewers? I will do. I subscribe. Alright. Bye viewers! Yes. Ja jongens, kijk, daar ligt toch wel wat. Met de Deus, met de Deus 2 jongens, ja. Hey. 24. Nou. Komt de kraaltje tevoorschijn. Ja, het zal vast geen goud zijn, maar er komt er 24 binnen. Dan zou er toch nog meer moeten liggen, zou je zeggen. Ja? Dus we gaan kijken straks bij het volgende. Hattoe! Nou, lui, signaal 13. Ja, lag hoog. Het was een mooi signaal. Ja. En Maar hij is er. Nou, er zit wel een schelpje in mijn beker. Dus ik ga nog eens even zoeken. Eens even de detector pakken. Hé, hey, nou, ik heb een knikker gevonden. Ja, ik snap er niks van. Hij reageert er niet op een knikker. Oh. Hey luidjes. Nou, het was niet veel bijzonders. Nee. Twee eurotjes. Een goudkleurig ringetje, ik denk van een pen. Een haarspeltje. En dat was het eigenlijk. Ja, en die andere zoeker. En die heeft hoogschijnlijk al heel veel hieruit gehaald. En is al vaker hier geweest, vermoed ik. Maar goed, er lag dus niks, dus ik kom over een jaar weer een keertje terug. Ja, tot de volgende zoektocht. Nou, doei allemaal!